Dit vraagt Ildemar Fakkel, ondervoorzitter van de Vereniging van medici in Suriname, sectie Specialisten, zich in uh, gemoede af. Fakkel baseert deze vraag op het feit dat veel geld naar het staatsziekenfonds gaat, maar dat er weinig wordt geïnvesteerd in de zorg. De specialist vindt dat de geldstroom op een andere manier verloopt in Suriname. Het geld dat uh, voor de specialisten bestemd is, wordt anders aangewend. Hierdoor wordt de groep niet volledig betaald, zegt vakken. Um, er zijn specialismen uh, die beduidend minder krijgen dan het gemiddelde, zoals de anesthesiologen. Um, waarbij men zich niet realiseert dat als die anesthesioloog denkt van weet je, ik ga hier weg. Dan kunnen we geen gas geven, dan hebben we geen intensive care meer. Dan stopt de chirurgie, dan stopt de interne geneeskunde. En dat is wel een feit. Dus... Wat we ook niet willen hebben is dat deze zelfde anesthesioloog denkt het is misschien handiger om rijst te gaan planten of om met drukkers aan te gaan rijden. Wat niet vreemd is in de medische stand, dat is gebeurd eerder. Dat is dom, dat is zonde. We zijn onderbetaald, dat zeg ik ook. Want de vergelijkbare inspanning die wij leveren ten opzichte van andere groepen in deze samenleving, zijn we zeker onderbetaald. En toch, toch is dat niet primair waar we over klagen. Wij willen dat we in staat worden gesteld om ons werk te doen, om dat werkplezier te behouden. Alleen het wordt steeds moeilijker. Dat was dus de ondervoorzitter van de Vereniging van Medici in Suriname, VMS-sectiespecialisten, Ildemar Fakkel. Hij vindt dat specialisten in Suriname beter gewaardeerd moeten worden. We spraken hem naar aanleiding van het schrijven van de VMS ten aanzien van de komst van Cubaanse artsen in Suriname.